Hi en welkom of welkom terug als dit de eerste keer is dat je een video van mij bekijkt. Vergeet dan vooral niet te abonneren en te liken. Voor deze video, dit is eigenlijk een video die wel gevraagd is omdat ik dit dus eigenlijk al heb gedaan op mezelf. Ik gebruik voor deze stijl dan de Fashion Idol Mumbo Twist. Die zijn wat gladder dan die ik voor mezelf had gebruikt, maar het resultaat is eigenlijk hetzelfde. Oké, ik begin weer met de shea butter die ik zelf heb gemaakt. Die gebruik ik als moisturizer, als leave-in conditioner, als gel, als alles eigenlijk. Ik maak een scheiding dit keer wat kleiner dan die van mezelf. En aan het eind zet ik dus, of is dit een begin? Hoe noem je het deel van je hoofdhuid? Is dat het begin of het eind? In ieder geval, ik zet elastiekjes, zodat het allemaal wat makkelijker gaat. Ik vind het echt een lekkere methode. Dus ik zet elastiekjes, let erop dat je ze niet te strak zet. Als je dit voor iemand doet, vraag ook gewoon van, zit het wel goed? Is het niet te strak? En dit doe ik ook weer over haar hele hoofd. Zoals je kan zien, de scheidingen zijn hier wat kleiner. Ik laat de video van mezelf ook even in de beschrijving, zodat je terug kan kijken naar hoe het er bij mij uitzag als je dat nog niet hebt gedaan. Dit zijn de vlechten die ik dan voor mijn zus heb gedaan. Haar haar is wat langer dus. En het haar dat ze heeft gekozen was ook volgens mij 16 inch of zo. Dus dat is ook langer dan de 12 inch die ik had. Dus vandaar dat deze hele haarstijl allemaal wat langer en wat meer uitpakt. Nog even een close-up van hoe ik het haar vlecht. Ik gebruik de crochet weer om het haar er doorheen te halen. Dit is optioneel. Je kan ook gewoon gelijk de vlecht beginnen. Maar ik vind dit wel een goede methode. Dan blijft het wel echt goed zitten. Het haar haal ik uit elkaar. Ik doe nu even 3 plukken. Aan het eind kan je altijd nog het haar wat meer uit elkaar halen. 2 van die plukken verdeel ik dan weer over haar eigen haar en 1 pluk laat ik gewoon los. En dan begin ik te vlechten. En weer, als er iets niet duidelijk is in deze video of als je meer vragen hebt wat anders wil weten, stel ze dan gerust in de beschrijving hieronder of stuur me een berichtje via Instagram. En ik doe mijn best om altijd alles te beantwoorden. Dit is dus de methode die ik gebruik en dat doe ik eigenlijk over haar hele hoofd. En dan heeft ze een best wel makkelijke haarstijl. Ook weer heerlijk voor vakantie. En dit is dan het eindresultaat. Je kan het op verschillende manieren stylen. Voor haar had ik dan een halve staart gedaan, wat je zo gaat zien. En dan zie je dat het ook weer een volle bos is, afhankelijk van hoe je het uit elkaar haalt. Laat me weten wat je van deze video vond. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. Tot de volgende keer!